Het is nu alweer een jaar geleden. De dagen gaan echt heel snel voorbij. 15 maart was voor ons een belangrijke dag, omdat op 15 maart Denk is gekozen in de Tweede Kamer. Het was een fantastische verkiezingscampagne. Het was ook een fantastisch moment hier op het partijbureau, waarbij we na het horen van de uitslag met elkaar een gat in de lucht sprongen. Het was natuurlijk een spannende dag, vooral in aanloop naar die belangrijke dag waar je naartoe leeft als partij, maar ook als partijleider, als lijsttrekker op dat moment, is dat de dag van de waarheid. Gaan op die dag de mensen opstaan, pakken ze een stembiljet of stempas, gaan ze naar die stembus, kruisen ze een kandidaat bij Denk aan en zorgen ze ervoor dat dat op de juiste manier gebeurt. En we hebben gezien dat 216.000 mensen, en dat is echt een hele hoop mensen, hebben dat gewoon gedaan, hebben ons het vertrouwen gegeven. En wij proberen elke dag maar weer, proberen we dat vertrouwen waard te zijn. 1 jaar is natuurlijk heel snel gegaan, maar we hebben in 1 jaar tijd hebben we echt heel veel dingen gedaan. Aan de ene kant het normale politieke werk, wat we in de Tweede Kamer doen, dat delen we ook via onze kanalen richting de mensen die ons volgen. We zijn de politieke partij geweest, terwijl we relatief klein zijn, de meeste moties hebben ingediend, mee hebben gedaan tijdens alle begrotingsbehandelingen, onze ideeën en oplossingen hebben aangedragen voor een eerlijkere zorg, voor beter onderwijs, voor een rechtvaardigere samenleving. Dat hebben we allemaal gedaan. Aan de andere kant zijn we ook bezig geweest met het verder opbouwen en uitbouwen van de politieke partij Denk. Gemeenteraadsverkiezingen hebben we voorbereid en we doen volgende week mee in 14 gemeenten in het land. En iedereen die ik spreek zegt van relatief jonge partij, een nieuwe partij. En het is een geweldige prestatie dat jullie in 14 gemeenten meedoen. Denk is de politieke partij die het verschil maakt, die het geluid laat horen van heel veel mensen die niet gehoord werden in de politiek, die heel veel mensen weer vertrouwen heeft gegeven in de politiek, die heel veel mensen weer heeft gewonnen voor de democratische rechtsstaat. En wat dat betreft zou iedere Nederlander die de democratie hoog in het vaandel heeft zitten blij moeten zijn met de opkomst van een politieke partij als Denk. En dat meen ik vanuit het diepste van mijn hart. Het resultaat is van jullie.